toen wij in 2017 in een groepsexpositie hingen, was ik bijna geschokt. En van, nou, verdikke me, dat had ik geschilderd kunnen hebben. En Bernard laatste ook van, ja, het is dezelfde huid. Daarna het kleurgebruik, dezelfde gevoel voor tertiaire combinaties van kleuren. En waar ik heel erg benieuwd naar was, als een soort centerpiece van deze expositie, is naar de combinatie van frames en deze drie werken van mij daar. Ik denk een van de verschillen met het werk van Arjo is dat ik niet zozeer een bron of een thema heb waar ik mee werk, maar puur aan de gang ga vanuit een soort drift om beelden te maken, om te schilderen. Ja, problemen die ontstaan, die gaan over kleurstellingen die in orde moeten zijn. En dat is af en toe wel zoeken. Ja, het is voortdurend opletten en voortdurend kijken wat er gebeurt. En voortdurend weerwoord bieden aan dat wat zich op een gegeven moment op een doek voordoet. Het schilderij wat daar hangt, dat is me eigenlijk ontsnapt. En op een middag heb ik dit schilderij gemaakt en ik ging naar huis en ik was eigenlijk behoorlijk kwaad. Ik had de regie verloren. Oftewel, ik heb iets spontaans gedaan en daar hou ik niet zo van. Ja. En daardoorheen zie je dan nog, dat zie je hier ook heel goed, de ondergrond. En die zou je in feite meteen kunnen relateren aan wandeltochten die ik gemaakt heb op IJsland. Met name in die hele donker-zwarte schilderijen zijn die te zien. Je kunt het vergelijken, als jij een wandeltocht maakt door de bergen, dat doe je graag. Wat zie je dan? Je voeten en dat wat je onder je voeten beweegt. En als je op de top bent, dan ga je kijken. Dat is hier ook zo, je ziet het vloeibare van de aarde in de achtergrond. Het druipt ook allemaal, maar ook het vaste. Als het gaat stollen, er moet een soort frictie zijn en wringen, anders kom je niet tot iets nieuws. Als iets makkelijk gaat en uit je handen vloeit, dan is het vast al een keer gedaan. Dat is de eerste angst, ja, dat klopt. En de tweede angst? Dat het nog niet goed genoeg is. Ja, dus de constatering van het schilderij is niet goed is eigenlijk een opluchting. Ja. Want dan kun je weer aan klooien gaan en dan kun je grote risico's nemen, want het is toch niet goed. Precies, ja. In ieder geval, er is iets heel moois ontstaan hier waar ik heel blij mee ben.